Hoi en welkom bij weer een nieuwe video van Vegan Revolutie. Mijn naam is Jessica en dit keer ga ik een ontzettend lekker lunchrecept met jullie maken, namelijk een broodje bal. En bij een broodje bal denk ik zelf altijd aan een tankstation en misschien iets wat te dikke vrachtwagenchauffeurs die daar dan in zo'n vies smoezelig hoekje zo'n bal uit zo'n grote pan met jus of zo zitten te halen. Maar dit is een veganistische versie waarin we eigenlijk alleen maar goede producten gebruiken. Dus eentje die je gewoon vaker kunt eten. En tevens staat dit recept ook in ons boek Vegan Power. Dus kijk daar vooral nog een keer naar. Heb je hem al? Maak hem een keertje. En anders kijk even op de website naar het boek. Ontzettend tof met 100 verschillende lekkere veganistische recepten. Maar laten we gaan beginnen. Nodig. Ik ga gebruiken natuurlijk ui en knoflook als begin, bijna voor alles. Kikkererwten en heel veel kruiden. Als bijvoorbeeld edelgist, misschien ken je dat al. Dit kun je inmiddels wel ook gewoon in de grotere supermarkten krijgen. Het is een soort vlokken. Het lijkt een klein beetje op vissenvoer, maar dat smaakt het absoluut niet naar. Maar dat heeft een beetje die structuur. Het zijn vlokken en die hebben een beetje een kaassmaak. Dus daarmee kun je je saus heel goed aanmaken. Als je bijvoorbeeld een kaassausje wil maken of je kunt het ook gebruiken in dit recept onder andere waarbij we dus balletjes gaan maken. Om een beetje een hartige smaak aan het recept te geven. Daarnaast gebruik ik gehakt kruiden. Dus mocht je daar nog een zakje van in de kast liggen of hebben liggen en die niet meer gebruiken, dan kun je die nu heel goed weer in dit recept verwerken. Wat ketchup, mosterd. En als laatste ga ik het garneren met peterselie en nog wat barbecue saus. Dus het wordt echt een top recept. Ik begin met het snijden van een uitje en dus die knoflook. Een beetje grof die ui, want het gaat zo meteen toch allemaal in een keukenmachine. De twee knoflooktenen. Fanatiek. Zo. Nu al een beetje tranen ogen. Wist je trouwens dat als je een klein beetje water in je mond houdt, dus gewoon je mond vullen met water en dat niet doorslikken, en dan een ui gaat snijden, dat je dan eigenlijk bijna nooit last hebt van tranende ogen. Dus dat is misschien een goede tip. Oké, ui en knoflook hierin. Daarbij gaat de kikkererwten. Dus een blik kikkererwten. Lijnzaad en edelgist. Gehakt kruiden. Wat paneermeel en ketchup, mosterd en ketchup en een beetje water. Let's go. Zelf vind ik het wel lekker als er nog een klein beetje structuur in zit. Dus ik heb hem niet helemaal super glad laten draaien. Dat had je vroeger in een echte gehaktbal dan ook niet. Dus ik laat hem een klein beetje grof. Wat ik nu ga doen is dat ik er balletjes van ga draaien. En die ga ik eerst kort even aanbakken in de pan. Zodat ze een beetje een vaste structuur krijgen. Want let hierbij op, je gaat hier echt hele vieze handen van krijgen. En dus dan bak je ze eerst even kort in de pan, zodat ze dat plakkerige eraf gaat. En daarna doe je ze op in de oven voor 30 minuten, zodat ze daarna gewoon van binnen helemaal kunnen garen. Dus, daar gaan we.
zou er niet al te grote ballen van maken, want dan krijg je ze dan niet meer gaar van binnen. Dus maak ongeveer een goede bitterbal size bal. Vind je het nou niks met je handen, dan zie ik nu ook dat je het ook gewoon met twee lepels kan doen. Dan, misschien als je dat hygiënisch wat fijner vindt, dan kan dat natuurlijk. Oké, ik heb ze allemaal even kort aangebakken en dan gaan ze de oven in. Oké, de 30 minuten zijn voorbij. Tijd om de ballen uit de oven te halen. Kijk, dat ziet er goed uit. Dat is precies wat waar ik naar op zoek was. Kleine balletjes die, zoals ik het zo goed zie, gewoon mooi stevig van structuur zijn geworden. En als ik het zo voel, zijn ze ook gewoon nog wel vochtig genoeg van binnen, zodat je ook nog wel een beetje niet zo'n droge hap krijgt. Dus hier gaan we een mooi broodje van maken. Ik heb twee volkoren bollen. En daar doe ik dan een paar van deze jukkels op. Ik doe ze nu natuurlijk op een broodje, maar je kan dit natuurlijk ook prima gewoon bij het avondeten eten. In plaats van bijvoorbeeld zo'n echte gehaktbal. Dus je kunt het bijvoorbeeld ook doen in een tomatensaus. Als je bijvoorbeeld door een pasta iets van een gehaktbal wil hebben. Of gewoon daarnaast als een soort van falafel of iets dergelijks. Dus dat kan ook natuurlijk allemaal. Maar op een broodje is het dus ook gewoon een hele goede optie. Beetje barbecue saus. Hier hebben we trouwens in ons boek ook een zelfgemaakte versie van. Maar vandaag even een kant-en-klare. En dan wat verse peterselie. Kijk dan. Dit wil je. Dat is één. Het is dat we in de coronatijd nu veel thuis werken. Dus je kunt hier waarschijnlijk niet je collega's en masse mee jaloers krijgen. Dus je zult het waarschijnlijk met je huisgenoten moeten doen. Maar ik weet zeker dat als je dit thuis maakt nu, dat diegene daar onwijs blij mee is. Dus eet smakelijk en geniet van je eigen gemaakte broodjebal. Dit was weer een recept van Vegan Revolutie. Wil je alle ingrediënten en alle stappen nog een keertje nalezen? Klik dan even op de link hieronder. Wil je meer van dit soort leuke recepten tegenkomen? Abonneer je dan op dit kanaal. En laat vooral weten hoe je het vond, of het lekker was. Of als je eventuele goede aanpassingen of variaties hebt, laat het ons weten. En hopelijk zie ik je een volgende keer. Doei!